Oké, dat is ze zeggen een moeilijke vraag eigenlijk, waar ik eigenlijk heel genuanceerd zou willen op antwoorden. Want je wilt mensen natuurlijk niet beschuldigen, mensen die het goed hebben of mensen die het minder goed hebben. Maar het is wel zo dat het hebben van materiële welstand of weinig zorgen niet noodzakelijk leidt tot een goed voelen. Dat is duidelijk. Integendeel zou ik zeggen, mensen die alles hebben, maar die eigenlijk een soort, ik noem dat een fundamenteel gevoel van leegte ervaren. En die voelen zich nog slechter, want die hebben zoiets van, ja, ik heb alles wat ik zou moeten hebben, en toch voel ik mij niet goed. En dan gaan ze zichzelf nog meer beschuldigen, want ja, eigenlijk heb ik geen reden om mij niet zo goed te voelen. Dus dat is een probleem dat zich bij veel mensen stelt tegenwoordig. En mensen zoeken dus naar zingeving, naar het invullen van dat gevoel van leegte, omdat ze ook niet goed weten van waar komt dat gevoel van leegte. En om die gevoelens van leegte tegen te gaan, ontwikkelen mensen allerlei gedragingen, soms ook negatieve gedragingen, soms drinken, ja, medicatie, om maar niet te voelen, want ja, je weet, medicatie, ja, legt het gevoel een beetje plat, hè. Je voelt het niet meer, dus het is er niet meer, maar ja, het is er natuurlijk nog wel, maar je steekt het een beetje ik zand onder het tapijt. Dus mensen ontwikkelen allerlei mechanismen om dan dat fundamenteel gevoel van leegte niet meer te voelen. Maar soms op een positieve manier. Mensen zoeken zingeving. Mensen zoeken zingeving in meditatietechnieken, die eigenlijk ook wetenschappelijk bewezen zijn ondertussen. Vooral transcendente meditatie is een heel sublieme manier om toch ook weer in contact te komen met jezelf. Want het is ook vaak een depressie. Ik noem dat eigenlijk vaak. Bij depressie, mensen hebben het gevoel dat ze afgesneden zijn van een diepere kern, dat ze zo geleefd worden, dat ze zo, ja, oké, geleefd en geleefd, maar uiteindelijk zeg je, ja, voor wie en voor wat. En dus eigenlijk zo'n beetje dat gebrek aan zingeving. En dan is het goed dat je terug naar binnen kan gaan en eigenlijk door bepaalde technieken terug die innerlijke stabiliteit, die innerlijke rust, die zingeving opnieuw kunt gaan ontdekken. En bij de ene is dat meditatie, bij de andere is dat bepaalde lectuur, inzichten van andere mensen die je tot u kunt nemen. Maar, dus ik heb gezegd, ik zou daar graag genuanceerd op antwoorden, omdat, zeker voor mensen die als het ware alles hebben, is soms ook een nadeel als je als kind pak nu in een milieu opgroeit waar dat welstand en studie is geen probleem en materieel geen probleem. Dat is ook een gevaar, omdat als je als kind te weinig geconfronteerd wordt met uitdagingen, je weg moeten zoeken, je terrein moeten veroveren, dan, ze noemen dat eigenlijk de stresstolerantie. Dus heb je eigenlijk geen tolerantie opgebouwd naar tegenslagen. Als alles te gemakkelijk gegaan is in je leven tot nu toe. Maar ja, vroeg of laat, als je opgroeit, als je dan zelfstandig in de maatschappij komt, word je wel geconfronteerd met ja, sowieso, met bepaalde problemen. En dan zijn er mensen die, als ze het al te gemakkelijk gehad hebben daarvoor, die eigenlijk niet voorbereid zijn op die conflicten, die problemen, die dan eigenlijk te weinig copingmechanismen ontwikkeld hebben in de loop van hun opgroeien en daardoor dan in de problemen geraken. Dat zie je vaak. Ik zie vaak mensen, vooral ook studentenleeftijd, zo mensen tussen 20 en 30 jaar, hebben het soms heel moeilijk. Omdat neurologisch weten we, zijn we eigenlijk pas af op ons 25ste. Hè? Dus alle neurologische verbindingen zijn pas gelegd. Dan nog niet echt geoefend, maar klaar als het ware op je 25ste. Maar tussen die periode van 18 en pak nu 30 jaar, komt er heel veel op je af. Heel veel problemen, studiekeuze, relatiekeuze, eventueel professionele keuzes, wonen. Komt van alles op je af, maar eigenlijk ben je nog niet echt geoefend als het ware om met al die problemen om te gaan. En voor sommigen gaat dat heel, ja, gemakkelijk en spontaan. En andere mensen hebben in die periode veel meer moeite om met die uitdagingen om te gaan. En het is een zeer fragile periode. En zeker dan mensen die ik zeg niet dat ieder kind moet in een moeilijke omgeving opgroeien om maar later gelukkig te kunnen worden. Maar het is wel vaak zo, dat je ook leest in literatuur, dat kinderen die het toch wel moeilijk gehad hebben soms in hun jeugd, wel die copingmechanismen, die vaardigheden ontwikkeld hebben om met tegenslagen te leren omgaan.
Hetzelfde met ziekteverwekkers, ziektekiemen. Als je een aantal ziektekiemen gehad hebt, ga je ook meer weerstand opbouwen, immuniteit opbouwen. Dus hetzelfde met je psychische probleem. Als je een aantal uitdagingen gekregen hebt, maar ook overwonnen hebt, dat is dan de dialectische psychologie. Die zeggen dat iedere crisis, als je die overwint, staat je op een hoger niveau in je ontwikkeling. Dus als je een aantal uitdagingen en crisissen overwonnen hebt, ga je dat merken in de loop van je leven, word je sterker en sterker. Dus vandaar misschien het genuanceerd antwoord op de vraag van, is het oké om je niet oké te voelen als je alles hebt?